Dit is N24actueel.nl. De opbouw van de kerstshow is in volle gang, bijna klaar. Wat is het thema dit jaar? Er zijn verschillende thema's. Natuurlijk blijft het altijd het zilver. Maar dit jaar wordt zilver veel gecombineerd met goud. Goud en gebroken wit eigenlijk. Dus dan is het een combinatie van zilver, wat iedereen misschien wel heeft, gecombineerd met een aantal kleuren. En dan heb je ook met wit. Dat wordt weer gecombineerd met mooi ijsblauw. En zo zijn, ja, rood is hetgene wat eigenlijk altijd wel blijft. Maar we hebben dit jaar ook mooie zachte tinten in het roze-paars. Zijn er nou ook echt nieuwe trends op het gebied van de kerst? Trends, ja, wat dit jaar veel ziet is hout. Houtsoorten, verschillende takken, dat soort dingetjes die je er tussendoor doet. Wat ook wel erg leuk is dit jaar, maar daar zie je eigenlijk overal in terug. Dat zijn spreuken die je op kussens ziet en teksten met bijvoorbeeld love of home erop. Ja, in februari, als de kerst eigenlijk weer net voorbij is, dan gaan we februari, maart. Dan gaan we weer naar beurzen en dan wordt er weer ingekocht voor het einde van het jaar. Ja, dus dan, je bent onderhand een half jaar bezig met het opbouwen, het inkopen van de kerst en de verkoop. Nou, er zijn natuurlijk nog geen echte kerstbomen. Wanneer gaan die in de verkoop, die echte kerstbomen? Echte kerstbomen die gaan in de verkoop. Dat is eigenlijk als Sinterklaas voorbij is, dat hij s'avonds weggaat. Dan de volgende dag staan er al mensen voor de deur om een echte kerstboom te kopen. Ja, maar ze wachten wel echt dat Sinterklaas geweest is. Want dat is vooral mensen met kinderen die dat nog echt niet willen. De echte kerstbomen blijven nog steeds gewoon een topper. Maar natuurlijk gaan we ook steeds meer kunstkerstbomen verkopen. Die worden ook steeds mooier. In verschillende maten, maar ooit zijn ze in ieder geval echt te onderscheiden. Dus mensen gaan daar wel voor kiezen. Dan zijn jullie bijna klaar met de kerstshow. Wanneer gaat die officieel open? Ja, die gaat over, even kijken, dat is dan 12 oktober. Dan gaat die open, dan is die echt helemaal klaar. Aankomende vrijdag dan kunnen de mensen er al doorheen lopen. Dus dan is het eigenlijk al wel toegankelijk voor het publiek. Alleen hij is nog niet helemaal af zoals het hoort te zijn. Maar herfstvakantie, dan moet hij klaar zijn. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl